Yo, kijkers van IMT. Vandaag ben ik weer de nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Lijkt het nu al een leuke aflevering? Laat er vast even een like achter. Dan ben ik ook weer happy. Wat vinden mensen hier nou eigenlijk van? Is echt zijn geld waard. Oké, dan. Die vinden mensen dus duur zat. Wat vinden mensen van de draaimolen? Nou, goed geluk dan maar. In een draaimolen, seriously? Mensen. Jesus. Ja, die hoort het goed. Ik zei Jesus. Nee, computer ga je vanaf daar niet halen. Je moet deze kant op. Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te voeren. Nee, zover was ik dus ook al. En dan moet ik een van die hier doorheen zien te rammen. Kost me even 103. En dit kost me ook even 58. Puur en alleen om hier doorheen te rammen. Die AI wist natuurlijk niet dat je doorheen kan. Je kan hier geen baanstuk plaatsen. Als ik zeg dat zoiets kan, dan kan het ook. En dan moet je zo eigenwijs zijn om dat niet te zeggen als het niet kan. Ik ben ook heel erg aardig tegen jouw computer. Doe nou godverdomme je ding. Hoeveel kost dat? 600, oké. Dan moeten we nog eventjes ruim 700 erbij zien te krijgen. Then I am happy. I am happy now. Zie je mensen die gewoon inrennen. Dat heeft echt dik harde geld op, net zoals hier. Zie je mensen inrennen. Dit zijn echt mijn twee grootste moneymakers op het moment. Kijk, nu rennen hier mensen in. Kijk, heel veel geld erbij en hier ook. En dus mijn volgende stap is de lening afbetalen. Dat zou echt mijn volgende stap moeten zijn, want anders ga ik pleiten, jongen. Helemaal failliet. Monteur 1 heeft ontslag genomen. Are you fucking kidding? Nou, dan weer een nieuwe. Hey, jongens, ik heb weer 400. Dat gaat echt lekker snel, jongen. De computer heeft net een goede oplossing gevonden. Gaan we nog een keer. Hoeveel kost het? Was het weer 600? Bijna 700. Oké. Toch 300 erbij. Nou, ruim 300. Nog ruim 200. Is er nog 150 of iets in die richting? Then I am happy. Wat wilden jullie niet weten? Oké, bijna. Oh, dat was bijna. Het is de focus van... Ja, ik kan drukken. Nee, ik kan niet drukken. Oké, hier is het een beetje rustig geworden. Oh god. Oh, die attractie is kapot. Dat is het hele probleem. Er zijn eigenlijk weer mensen naar binnen, anders krijg ik geen geld. Ik zie gewoon echt de hele game gewoon laggen. Dat is wel zo grappig. Zo zwaar is die AI. Artificial Intelligence. Als ik genoeg ga drukken, ik gewoon meteen op die knop. Ik moet echt die 3 cent erachter. Dat maakt het gewoon echt helemaal af. Dan. Nou, let's test. Beetje extra snelheid, kan geen kwaad. Zou ik het dan gehaald hebben deze? Alleen nog geen ingang dan. Ja, kijk, dat had ik je ook al wel kunnen vertellen. Dat er geen ingang was. Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te kunnen voeren. Maar ik voer geen operatie uit, ik snij geen mensen open. Of een levend organisch wezen. Ik snij alleen een achtbaan open. Als je een organisch wezen ziet, is op zich best wel wat raar. Misschien moet dan even naar een psychiater toe. Maar oké, dat terzijde. Oh, nou is die attractie weer kapot.
Heb ik nog een monteur? Ja, dat heb ik. En toch is er een opleiding geven. Dus dat wel handig is. Want voor mij is het niet echt happy. Zijn luiheid is wel erg hoog. Dus. Zit hij zo wat harder werken? Zit hij zo wat sneller? Mijn werk is afwisselend. Oh ja, nou in één keer wel. Als je geld krijgt. Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te voeren. Alleen maar zo. Tak, 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 tak. En klaar. That's it. Dit is geen rocket science. Kom op, geef me weer die 40 en dan ben ik zo klaar. Oh, ik moet iets meer hebben. Dank u. Stukje pad erbij. Dat is dan weer teleurstellend. Min 40. Maar ik kan hier wel een flink bedrag voor instellen. Natuurlijk niet triple-klik aanzetten. Nou, gewoon uitzet. Kost je me nou even niks. Volgens mij. Hoop ik. Althans. Als het echt zo is. Ik moet meer mensen in die attracties hebben. Anders ga ik nooit geld kunnen krijgen. Oké. 1, 2, 3, 4 stukjes nog. Openen die meuk. De prijs gewoon voor het netste park. Dat er dus weer meer mensen aankomen. Oké, nou is dus de poging tot lening afsluiten. Nou, in ieder geval, ik ben alweer een heel stuk dichterbij van de lening. Dus even mensen hierin gaan. Dat zou echt enorm chill zijn. Dat is iets wat ik nog niet gedaan heb. Misschien de achtbaan gezeten. Laten we deze even gaan doen. Nou, die ketting die boeit mij niet zoveel het heuveltje op. Hij gaat wel echt enorm hard. Daar gaat hij dan. Looping 1. En looping je uit. Heuveltje. Naar beneden. Dat was hem. Prachtig. Dat is precies waar ik van hou. Want dat soort achtbanen. Dat in een rollercoaster. Mensen of heel veel moeite moeten betalen. Eigenlijk wil ik even een advertentie doen. Hij levert meestal mensen op en mensen leveren geld op. Ik heb nu 464. Maar voor de volgende moet ik 500 mensen in het park hebben. En mensen in mijn park is cash. Maar het pretpark is best wel hard omhoog gegaan in één keer. Zie eens, er komen heel wat mensen aan. Komt ie maar, komt ie maar. Ik ga even wat meer voedselkraampjes en t-shirt dingetjes plaatsen. Dat soort dingen levert echt geld op. Even kijken. Die mag best wel 280. Waar gaan nu ook mensen daar naartoe? Dat is nu de vraag. Of vinden mensen nou echt gewoon veel te duur? Voor 3 euro worden. Wat? 3,50 maybe? Ah, dit levert gewoon geld op zometeen. Ja, ik moet mensen erheen hebben. Ik dacht, daar gaat er een. Maar nee, helaas niet. Kom op mensjes, ga erin. Ga erheen. En geef ome Ido eens wat geld. Waar gaat er dan niemand in? Naartoe. Maar. Maar die houten achtbaan lopen, dat is ook best wel lekker. Klein beetje doekoet. Klein beetje geld. Wullen. Tweede monteur aannemen, want...
Niet precies waar die nu loopt. Even kijken. Dat is echt wel zijn geld waard. Oké dan. Wat zit hiermee dan? Kip 1 is te druk. Zeker bij Walibi Holland langere wachtrijen gezien. Waar is die schoonmaker hier gebleven? Was jij dat niet? Nee, dat is schoonmaker 3 dan. Oh, die heeft een stukje er niet bij. Schrobben, jongen. Ja, schrobbenjak. Hé, hey, ik heb 1/5 deel van mijn lening terugbetaald. Zie je nu op 20%. Woehoe. Het scheelt weer money in elke maand. Dat ik het sneller geld kreeg. En dat moet ik dus hebben. Sneller geld, wordt iedereen vrolijk van. Zelfs de mensen in mijn park worden er vrolijk van. Even wat kijken, hè. Laat ik eens een nieuwe advertentie starten. Meer mensen in mijn park, natuurlijk meer geld. Kinderen kunnen lekker zeuren bij de ouders. Dus laat gewoon iets in de schoolkrant donderen. Nieuwe attractie. Rustige rivier. Het is maar hoe je iets wil benoemen. Zolang het beestje maar een naam heeft, daar gaat het volgens mij om. Attractiekaartjes. Hier gewoon 900, 1200, 1100. Dat betekent dus dat ik dus nu binnen nu en 5, 6 minuten het park uitgespeeld kan hebben. Als ik het goed doe. Ik zou een aantal attracties kunnen verkopen. Alleen haalt die 500 mensen dan niet. Zodat ik meer dan 500 mensen in mijn park heb. Dat ik een paar euro voor mijn lening moet. Kan ik gewoon een paar dingen gaan verkopen. En dan ben ik best wel een heel eind op weg. De campagne beëindigd. Zullen we eerst weer wat lening aflossen. En dan ben ik weer sneller. Met leningen terug kunnen te betalen. Ik heb ook wat meer geld over. En daar wordt iedereen vrolijk van. Oké, ik zit nu op 2/5. Een prijs. Dat is ook altijd goed. Want er komen weer meer mensen op af. Ik heb nu 514 mensen in mijn park. Waar denken jullie aan? Mooie omgeving. Ik woon naar huis. Ik heb al mijn geld uitgegeven. Kan ik hier een geldautomaat neerdonderen? Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te voeren. Oké. Snap het. Je gaat echt zoveel mensen gebruik van maken nu. Weet ik wel bijna 100% zeker. Of gewoon echt bijna niemand. Oké. Heel veel mensen willen dus wat zien pinnen. Echt ziek veel mensen. Dus laat ik even wat meer van die automaten plaatsen. Dan ga je weer minder mensen naar huis. Dan weer minder mensen naar huis gaan. Houdt dus weer meer geld over. Het is allemaal weer een win-win situatie. En daar doen we het voor. Jongens, er zit nog een tweede, dat weten jullie. Een enorme waterloop. Ik moet naar het toilet. Ja, nee, die is inderdaad nog niet, dat klopt. 225 euro voor toiletten, dat is echt goedkoop, jongen. Dat mijn toilet thuis maar zo goedkoop was. Nou, wel 10 cent wil ik ervoor hebben. Ik ben tenslotte een Hollander, dus ik ben gierig. Oké, draaimolen 1 heeft zojuist een noodstop moeten maken. Oké, dat kan gebeuren. Noodstopknop heb ik ook vaak gehad ingedrukt. Op mijn werk. Sinds een machine vastliep. Of iets dergelijks. Of er stroom in rekening vanaf moest. Noodstop. Poenk. Hele bedrijf zonder stroom. Not my fault. Dat er weer mensen klagen en weer boos naartoe komen. Dat je gewoon alleen maar veilig aan het handelen bent. Maar hey, not my fault. It ain't my fault, ja? Even, ja, geef ik wat extra hier. Met dit erbij, zo.
Dat mag je ook wel eens een keer erbij gaan doen. Maar in de volgende episode ga ik dit park helemaal afsluiten. Misschien kan ik het nu zelfs wel een keer doen. Nee, dat doe ik nu niet. Doe ik volgende episode. Want ik moet nog eventjes 3000. En ik zou zeggen, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.